Tiefenkoek. Ja, dat gebeurt gewoon vaker bij mij. Dan ging ik glijden en dan tief gewoon die lava. Maar ik vind glijden gewoon leuk. Ja. Hij keek er ook blij bij. Ja. Oké, we gaan nu naar de Russische leider. The fuck? Er zijn twee paden. We zijn op de maan, omdat we Rusland, maan en zo. Eigenlijk is het deel 2,5. We zijn weg naar de galaxy. Ja. Ja, dat gaan we verbreken. Moet je ook die Mega Man van Nintendo 64 doen? Dan moet je echt vrezen. Nee, die wil ik echt niet spelen. Die wil ik echt niet spelen. Dat is die Mega Man voor de GameCube. Die is ook even super. Battle Network. Is dat dezelfde? Sorry voor de fans, maar ik vind dat echt een kutspel. Dan staan ze echt zo. En dan gaan ze praten tegen elkaar. Dat is van... Dat is echt super. Battle Network is voor... Nee. Ja, sorry. Legends is het toch? Legends, ja. Mega Man Legends, dat is het. Ja. Dat is echt een aardspel. Battle Network is juist heel goed. Ja, dat heb je gezegd, ja. Ga ik wel een keertje proberen. Maar dat is ook niet echt een Mega Man standaard. Nee, dat is zeg maar de Mega Man die ze op tv laten zien. Ja, maar qua gameplay is het... Is het Pokémon idee, maar dan dat je kaarten hebt met speciale attacks erop. En dan je moet zelf echt nog alles dodgen, shit. Ja, je hebt een platform van 3x3 en daar kun je op bewegen. Oké. En de enemy dan ook, en dan kun je ook vakjes kapot maken en zo. Ja. Je kan met een linkkabel kun je tegen elkaar doen. Dat is grappig. Wat ga je nou halen? Ik heb het niet gezien. Oh. Geen idee. Maar ik denk dat het iets specialer is. Ah, en ja, drink. Dat is wel chill. Waarom zou je er nog één gebruiken? Die hebben as. Nog een shot bedoel ik. Van omdat ja, het kan. Weet je, Bart, weet jij of deze dingen Russisch zijn? Ja. Traplopers. Hoe heet die dingen echt? Opzoekers. Ja, traplopers. Traplopers opzoeken. Ja. Dat zijn Hollandse, traplopers. Traplopers hier. Zo skills. Zoveel skills. Als ik traploper google, dan kom ik op allemaal trappen. Met zo'n speciaal tapijt erop. Doe traploper. Wow. Doe speelgoed. Traploper speelgoed. Slinky. Oh, natuurlijk. Want dat beest van Toy Story heet ook Slinky. Weet je al? Ja, die hond. Ja. Ja, Amerikaan. Amerikaans, oké. Jammer, Rusland. Waarschijnlijk is het een gestolen ontwerp. Ja, precies. Het is een manier om het terug te pakken. Ja, zo van, we ontwerpen het in Mega Man. Japan is beter. Ja. Japan moet nou zijn best. Nou, fuck it. Nee joh, fuck die shit. Ja, als ik het wilde... Ja, nu wil ik wel levens. Hier komen. Ja, je hebt 8 energy tanks, man. Fuck die shit, we zijn bijna klaar. Goed, oké, pak deze shit. Pak deze shit. Toepak, knetel. Ben je dat toepak of niet? Shit, ik weet dus niet wat... Ik weet niet wat... Hier weet ik het niet meer. Gewoon schieten! Schiet die motherfucker! Dope man. Wat een faro, man, alles. Ja, schiet alles wat je hebt. Ja, tegelijk. In één beam. Ja. Dat is wel dope. Dat is zelf ook een pro. Nee, what the fuck! Auw! Wow, hoeveel damage, Ger? What the fuck? Tweede keer! Die open denkt dat hij in Kirby zit. Ja. Hij probeert wel een up te krijgen. In Kirby heb ik zo'n grijpspel inderdaad. Oké, dat is dus geen Diveman, want dan zou die naartoe gaan. Drillman! Piep! Ja, misschien moet je eens op zijn hoofd raken. Je hebt van Sonic gejat, je moet het glas raken. Ja. Het is Rusland, dus alles is van elkaar bij elkaar gejat en in elkaar gezet. Oh. Nou, maar ook dus die Amerikaanse slinky. Hey, dit werkt. Ah, als je nu maar door hebt, is dat te doen toch? Vooral als je nog 7 energy tanks hebt.
Laat ze even. Ja. Even kijken welke wapen het beste is. Ja, en waar je moet raken ook. Natuurlijk. Nou, dit, het hele wapen kan je gewoon raken. Okay. Maar het is vooral tot er maar één wapen op dit soort bossen werkt, hè? Ja, ja. Wauw, grab een spring. Ik wilde die doen. Zo! 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 Fucking hell, kutzak. Niet normaal, kutzak. Wat is een kutzak? Ja, dat vraag ik me nu ook af. Ik ga het niet googelen. Nee, doe eens. Kutzak. Wat? Het protoman. Dat is echt een Russer. Ja, dat is echt een... Please, Mega Man, don't. Spektaarverhaal. Hm? Google. Kutzak krijgt een stuk taart. Een stuk taart, ja, ja. Dat kan. I'm gonna break you, Mega Man! Oh, ik heb het verhaal gemist. Dat Wily en zo? Ja, ze had hem hostage genomen. Lekker geluidje. Oh. Dr. Wily had die gast, zijn dochter, hostage genomen. Protoman had die dochter gesaved. En toen zei Dr. Wily van. Wat ben je Mega Man? Protoman, fuck jou! Ja. Fuck jou, Protoman.